Welkom terug. En ondertussen is ook mijn volgende gast er komen bij zitten. En dat is Lieve Snellings. Lieve, voor jou ook van harte welkom. Okay. Mag ik even kort vragen, wat doe jij in het dagelijkse leven? In het dagelijks leven ben ik nog dispatcher op Spoedbevallen Gasthuisberg. Ja. En daarnaast een fotograaf, een gepassioneerd fotograaf. Dat is goed, dan hebben jullie al meteen de eerste match gevonden tussen jullie beiden. Heb je al ooit van Corno gehoord? Heb je hem al ooit ontmoet, toevallig? Nee. Nee. En daarvoor is de wereld te groot. Ja. Ja. Alle twee gepassioneerd door fotografie, maar ook nog door een ander land. Want 4 à 5 maanden per jaar zit je niet in België. Hè? Waar ga je dan naartoe? Naar Quebec. Canada. Quebec in Canada. Ja. Wat heb jij verloren in Quebec buiten je hart, denk ik dan? Ja, ik denk dat is het eerste en belangrijkste wat mij naar daar gebracht heeft, is de liefde. Ah, het is mooi. En dan volgt al de rest. Vandaar ben ik mijn partner Monique, die heeft mij daar de natuurfotografie gebracht, terwijl ik eigenlijk altijd bezig was met meer met sociale fotografie, ben ik nu een gepassioneerd natuurfotograaf. Ja. Ja. En zo is dit mooie project ook ontstaan, want je hebt jouw eerste kinderboek met glans uitgebracht, maar je hebt eigenlijk helemaal omgekeerd gewerkt. Want normaal schrijven mensen een verhaal en denken ze, ah ja, we gaan een paar mooie illustraties erbij zetten. Jij werkt omgekeerd. Je had eerst jouw beelden en het zijn niet zomaar beelden, hè? Het zijn echt foto's. Nee, het is zo van, ik had uren, dagen, weken, gedurende 6 jaar in de tuin gezeten en de vogeltjes en de verschillende eekhoorntjes, aardeekhoorn en de bosmarmot, gefotografeerd. En eigenlijk was ik van plan om een eerste boekje. Ik dacht altijd, ik wil iets doen met die foto's, want dat is wel leuk. En eerst dacht ik, ik ga iets doen met Euphrasie, die nu als kapster hier in het boekje komt. Ja. Maar het was lente op het moment dat ik concreet was en daar ontwaakte Margot, de bosmarmot. En die op de een of andere manier maakte mij duidelijk, hij eerst over mij schrijft. Dit is het hoofdpersonage. Ja. Ja. En, je hebt een aantal hele mooie foto's ook doorgestuurd. Tenminste, het zijn eigenlijk gewoon bladzijden uit jouw boek. Kijk even mee. Is dit zo de skyline van? Dat is de skyline van Quebec. Als je van bij ons komt, de hoogte van de chute, de waterval Montmorency, en je kijkt dan recht, dan zie je door het water, zie je daar Château Frontenac en de skyline eigenlijk van Le Vieux-Québec. Corno, ik kijk naar jou. Is dit bekend terrein voor jou? Ja. Nou, zonder die mammot, die heb ik dan weer niet gespot. Ja, maar die zit alleen in de tuin bij, lieve. Nee, daar zat ze echt te kijken. Hè? Daar zat ze. Ja. Ah, ze loopt overal wel rond. En dan wel bijzonder, zo dicht bij de stad. Zie je ze plots uitkomen, ja. Zijn het wilde beestjes? Kan je in de buurt komen? Of, Ze zijn eigenlijk eerder schuw, want ze weten dat mensen niet zo betrouwbaar zijn. Ze hebben, en dat is juist de magie. Ze hebben mensenkennis. Van dit verhaal, dat ze, ondanks het feit dat ze enerzijds solitaire dieren zijn, graag alleen zijn, en ondanks het feit dat ze met de paplepel binnengekregen hebben van oei, opletten voor de mensen, komen ze Louiske en Marie tegen. Louiske en Marie, die eigenlijk gras eten en klavertjes, die vinden dat eigenlijk helemaal niks. Ja. En Margot houdt niet van chocolade eten en toch worden zij beste vriendinnen. Okay. Dat is zo de magie. En dit zijn Marie en Louiske dan? Dit zijn Marie en Louiske, die op dat moment naar de stad gegaan was en een boek gevonden hadden. Oké. Okay. En hier zie je, dat is Euphrasie de kapster, die een speciaal... Hier in België heb je iedereen supporter gekte rond de nationale ploeg van de voetballers. De Rode Duivels. Kinder was op het moment dat ik eraan begon, speelden de dames ijshockey, want ijshockey is daar de sport. Ja. En speelden die het wereldkampioenschap, de finale tegen Amerika. Hebben ze gewonnen? Jammer genoeg hebben ze verloren. Ach, jammer. Iedereen had Bertang meegesupporterd, maar het is niet mogen lukken. Maar vorig jaar hebben ze wel de Olympische goud gehaald. We zijn weer helemaal mee. Hockey is ook iets voor het Nederland, echt. Hè? IJshockey weet ik niet zo, maar hockey is toch wel... Hockey wel, maar ijshockey niet. Nee. Ze zijn nu wel bezig met... maar ik weet niet in welke categorie, maar ze zijn nu in Beijing, het Nederlandse team voor het ijshockey wereldbeker. Ja, oké. Okay.
Zeggen dan deze, dit zijn dan de figuranten, zo, vogels. En de naam staat erbij. Ik ken er eigenlijk weinig van. Als ik dit nu aan Corne vraag, kan je dan echt zeggen van dit is die vogel, dat is die? Nou, wat ik heel bijzonder vind, is één vogeltje, die zit onderop in het midden. Ja. Dat is een kolibrie. Ja. En als je één ding niet verwacht in Canada, is zijn dat kolibries. Dat is waar. En dit is dus, ja, nu kom ik als een beetje als een gek over, maar dit vind ik dan erg interessant. Kolibries kom je in de tropen tegen. Ja. Maar ze trekken dus ook in de zomer naar het noorden. En dan komen ze dus helemaal in Canada. En dan kom je ze dus gewoon tegen bij de bloemen. En dan denk je, kolibrie. Ja. En dan sta je tussen de bergen. En ze hebben er volgens mij wel een soort of 3, 4. Ja. Dat is bizar. Dat zijn van die gekleurde vogeltjes die je dan daar tegenkomt. Dat verwacht je niet. En dat is dan weer leuk. En je hebt ze ook gespot, hè, lieve? Ja, ja, ze zijn allemaal in de tuin bij ons genomen. Ja. En die is in onze kant van Quebec komt alleen dit... groen-wit kolibrietje, waarvan de mannen een mooie rode hals hebben. Ja, de mannen zijn net altijd iets meer gepimpt, ja, natuurlijk, hè, in die vogelwereld. Ja. Voor één keer is het goed. Zeg, hele mooie foto's. Ik vind het een beetje een bijzonder verhaal en nu kijk ik ook een beetje naar Corne, want jullie zitten beide dan in die fotografie, toch wel, mag ik stellen. Kijk even mee, lieve. Dit is bijvoorbeeld de beestjes die Corne dan tegenkomt. Dit is een voorbeeld van een beestje. Zit die bij jou ook ergens in de buurt? Die komt daar af en toe door, maar ik heb nog niet zo'n mooie foto kunnen trekken daarvan. Dat is mij nog niet nodig. Waar heb je deze precies genomen, Corne? Dit was in Banff National Park in Canada. Ja. Ben je daar ook al geweest, lieve? Nee. Moet je eens doen, hè? Ja. En dan kom je misschien wel dit tegen. Die heb ik wel gezien, een tadoussac. Tadoussac? Ja. Oh, een plek die Corne nog niet kent. Oké. Nee. Heel mooie plek, heel mooi. Daar zie je orka's? En Schrijf het op, Corne. Ja. Onthoud. Nou ja, Canada is een goede plek. Vancouver Island is dé plek voor orka's. Ja. Maar hier ook kan geen kwaad. Maar inderdaad, Canada is het op één na grootste land qua oppervlakte, denk ik, ter wereld, hè, na Rusland. Maar ik denk dat België 55 keren in Quebec kan. Dus om iets in te beelden hoe groot dat het is, wel natuurlijk een heel groot stuk. Dat natuur is, wat niet bewoond is, maar het is immens groot. En waar zit jij precies, lief? Waar woon je een aantal maanden per jaar? Château Richer, naast Ange Gardien. Dat krijg ik ook zo'n mooi woord. En dat is op zo'n 20 kilometer van de stad Quebec. Ja. Heb je deze beestjes ook al gezien? Volgens mij gaat jouw bosmarmot dan wel lopen. Maar... Ja, nee, ik heb die nog niet buiten in de zoo heb ik die nog niet gezien. Dat is ook Canada. Ja, dat denk ik wel. Waar een beetje hoger precies? Ben je daar moeten. Nou, dat valt nog wel mee, bij de Hudson Bay. Maar het ligt alleen, je moet heel erg naar het westen. Ja. Maar dan, als je op het juiste moment, dan kom je deze tegen. Niet één, maar een stuk of 20. Als ik aan Canada denk, dan denk ik eigenlijk vooral... aan dit, maar dat komt dan misschien ook door zo'n National Geographic en zo. De zalm en dan deze jonge mannen, hè? Ja. Ja. Die kom jij dus gewoon in het wild tegen, Corne? Je hebt excursies en die heb ik een jaar of 2, 3 geleden gedaan. Dat is echt, het zijn unieke excursies in British Columbia. Ja? Waar je dus op beren, wolven en meer beesten op safari gaat in een boot. En dan zie je dus dit soort beren zie je gewoon rondlopen. Ja, met een moeder, met twee jongen. We zagen dat was een grizzlybeer. We zagen een zwarte beer overzwemmen. En daarna zich rustig uitschudden, ons een keer aankijken en gewoon weer door. Want ze zijn ook wel een beetje gewend aan toeristen. Ja. Die zeearenden komen voorbij, orka's kwamen voorbij. Ja, top. Maak je zo nooit echt gevaarlijke situaties mee? Of valt het nogal mee? We hebben wel wat meegemaakt in het verleden, ja. Ik heb één keer, en dat was in Afrika, een safari gedaan met een gids. En we gingen op zoek naar 5 cheetahs in hoog gras. En hij zei al, ja, moet even kijken of ze er zijn. En op een gegeven moment, op 1 meter of 20, kwam er 1 kop omhoog. En toen nog 1, en toen nog 1. En die kwamen met z'n 5 op ons af. En toen zijn we met de ruggen tegen elkaar gaan staan. Dat moest van hem. Ik had geen idee. Ik was zo'n toerist uit Nederland, weet ik veel. Ja. Want ze mogen niet
de rug toegekeerd worden, want dat doen ze altijd bij hun prooi. Dus je moet ze aan blijven kijken. Okay. En toen heb ik dus foto's gemaakt, want ik had mijn camera gewoon in mijn hand. En heb ik zo foto's gemaakt. Zo koelbloedig ben je dan. Maar ze kijken dus langs je heen. Ze kijken je niet aan, omdat ze dus zien als prooi. Dus ik heb een foto dat een cheetah zo langs me heen kijkt met de ogen. Maar je ziet daarin wel van, nou, als je nu gaat rennen, ben je van mij. Maar ik heb de camera wel laten vallen. Echt waar? Ja. Nou, omdat het op een gegeven moment stonden ze dus gewoon vijf cheetahs om ons heen. En we zijn dus met ruggen tegen elkaar zo naar de auto gelopen, deur open gedaan. Alle twee aan één kant erin gestapt en weggereden. En toen merkte ik, hé, mijn camera is weg. Die heb ik toch laten vallen en alles. Ben je hem nog gaan... Ja, de volgende dag. En toen heb ik die foto's bekeken. En toen dacht ik, goh, gelukkig hebben we de foto's nog. Passie in hart en ziel, denk ik dan. Lieve, je hebt een razzichte reisjournalist naast jou zitten. Misschien kan ik ook eens jouw boek lezen, hè? Zo op het vliegtuig of zo, denk ik dan. Ja, natuurlijk. We kunnen het ook online bestellen, inderdaad. Want je hebt het uitgegeven... Het is uitgegeven bij Younger. Ja. En dat is een internet-eigen uitgeverij, ja, die het print on demand, printen op bestelling. Hm. Dus een beetje in eigen beheer. Niet op voorhand, ja, maar... Oké. Maar we kunnen hem wel online bestellen dan. Ja. Goed, en dat doen we dan via deze website. Okay, Lieve... komen er nog meer? Daar komt alleszins nog een volgend, een beetje een weetjesboek. Alles wat je wil weten over de bosmarmot. Dat zal eind van het jaar komen. Eind van het jaar? Hou ons op de hoogte, hè? En dan heb je al die andere eekhoorns en vistolen. Elk dierenboekje. Die zijn aan het wachten. Maar... Elk dierenboekje, Cor, dat zou wel wezen. Dan ben je nog even bezig. Ja. Komt er Guinness Book of Records volgens mij, lieve. Wanneer vertrek jij terug naar Canada? Ik vertrek 13 mei terug. Oké. En voor hoe lang? Voor 2 maanden. Valt mee naar jouw normen, hè? Normaal is het toch zo 4-5 maanden? Dan, Ja, maar die 4-5 maanden is nooit aan één stuk. Ah, oké. Okay. Dit is... kan niet, hè. Ik werk nog, dus ik moet ook zorgen dat ik tussendoor hier kom om te werken. Dus eigenlijk elke vakantie die je hebt, die spendeer je dan in Canada. Zeg de naam nog eens, ik ben het weer vergeten waar je precies zat. Château Richer. Straks even opzoeken. Corne heeft al heel de wereld gezien. Heeft echt al 100 miljard plaatsen bezocht. Volgens mij kan hij jou nu nog één goede plek geven waar je ook eens een boekje over moet schrijven, denk ik. En waar je heel mooie foto's gaat maken, Corne. Nou ja, als ik het zo zie, het boekje, dan zou je eigenlijk een keer of naar de Galapagos, wat ik zei, of naar Antarctica moeten. Daar lopen zoveel beesten en die beesten hebben allemaal met elkaar te maken. En daar liggen de verhalen voor het opgraven. Zowel voor mij als voor jou. Een bikini of thermisch ondergoed, je mag kiezen. Zegt jou dat iets? Thermisch ondergoed, koud, is eigenlijk moeilijk. Maar dit jaar was ik, in februari was ik daar. En aan de... In Quebec, het is in Quebec, ja. En het is niet de Quebec heeft niet de mooiste waterval, maar wel de hoogste van Canada, de Chute Montmorency. Maar het was zo een genot om over de fleuve, over de stroom te kunnen stappen tot bij de waterval die zo half bevroren was. Ja. Dus de winter en de kou heeft toch absoluut ook wel wat moois. Ja. Dan wordt het Antarctica. Het wordt het target, het is beslist. Ben je toevallig Corne daar tegengekomen aan de waterval? Nee, die stond daar niet. Door Antarctica, goed. Welke beestjes ga je schieten dan? Wat inspiratie, Jan. Ja, het zal niet de kolibri kunnen zijn, hè? Nee. Maar wie weet is het... Pingwings. Ja, veel pingwings uiteraard. Voilà, dat wordt het derde boekje, goed. Alvast heel veel inspiratie gewenst, liever. Dank je wel om vandaag tot hier te komen. Dank je wel. En ook jij, Corne, nog heel veel succes met al jouw fantastische reisverhalen. We kunnen jou natuurlijk ook volgen via jouw website. Hè? Ja. Goed, waar ging jij weer naartoe, het volgende? Seychelles. Seychelles. Lieve, je mag mee van mij, als je wil. Oké. Goed? Dat is heel goed. Schreeuwt. Voilà, dikke vrienden voor het leven. Dank je wel en beiden nog heel veel succes. Dank je wel. Goed, dankjewel. Zo, wij gaan er heel even tussenuit. Tijd voor nog meer boeiende reisverhalen met deze beide personen. Maar ik zie jullie heel graag zo meteen terug. En dat doen we met De Week Was. Maar dat komt eraan na dit. Dus heel graag tot zo.